iedereen toch wel teleurgesteld dat er geen drie punten gehaald zijn. Hadden allebei de teams kunnen doen. Ja, maar ja, als je in de 86e minuut een penalty tegen krijgt, dan ben je toch wel blij zijn met een punt, denk ik. Het was wel lekker dat hij boven schoot. Dat was net over, hè? Ja, net. Zeg maar niks, dan slaat hij dadelijk. Dat was een hele goede penalty, net mis, helaas. Ik zal wel niks zeggen. Laten we het even over AZ hebben dan. Jullie hadden opdracht gekregen, alleen maar druk. Continu. Ja, dat lukte niet echt. Ik denk dat we het wel lastig hadden in... Zij hebben vrij vaardige spelers op het middenveld. Vooral met dit veldje ook. Als je dan moet afremmen, dan duurt het even voordat je bent gedraaid. Dus daar zijn ze aan gewend. En zulke spelers hebben zij ook. Dat hebben ze goed gedaan, vind ik. Voor mijn gevoel had de scheidsrechter iets mindere dag. Volgens mij floot hij. Tikkie, jullie trainer was ook erg blij met hem. Je voelt hem nog even zijn huid verrot hier na de wedstrijd. Ja, ik moet zeggen, na die gele kaart van mij was ik ook even helemaal van me apropos. En volgens mij heeft hij best wel wat foute beslissingen gemaakt. Maar ja. Ik vind gewoon, Peck was ook gewoon prima. En wij speelden ook niet onze beste wedstrijd, dus daar kan je het ook niet op blamen. Dus, Wat dacht je toen die bal met een boogje, uiteindelijk alsnog tegen de paal, volgens mij nog tegen de lat erna? Ik was echt aan het kijken, ik denk van, je voelde gewoon de hele stadion in onze adem in. En wij spelers ook en zo kijken. Maar er zat net iets te veel effect aan, want volgens mij stuitte die nog. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het was echt... Probeert hij het 100 keer, het gaat hem nooit meer lukken als hij het zou willen. Maar het was wel een mooi moment. Ik zei nog tegen hem, misschien iets meer met je vreemd, zei hij, ja, ik ben gast. Afsluitend wil ik iets over die penalty zeggen of zeg je van, ik doe het maar even niet? Nee, laten we dat maar niet doen. Dankjewel jongen. Alsjeblieft.